Hoi, ik ben Tom Lossing. Ik ben vrijwilliger bij Plein Best, al heel lang, vanaf de start ben ik dat. En ik wil je even laten zien hoe Plein Best je kan helpen als je iets organiseert. En hoe je heel snel ook een pagina kan maken op internet. Dus dan hoef je geen hele website te maken. Maar Plein Best geeft je de mogelijkheid als organisatie in Best, of als organisator in Best, om heel snel iets te maken waar je mensen naartoe kan sturen. En om een beetje reuring te geven aan wat je gaat doen. En op die manier ook deelnemers, klanten, bezoekers te kunnen gaan krijgen. En daar is Plein Best dus echt ideaal voor. Nou, we gaan er even naartoe. Ik heb net al ingelogd, moet ik zeggen. Want je moet, als je iets wilt plaatsen, moet je inloggen. En als je dan een account geopend hebt op je eigen naam, eigen persoonlijke naam. En je hebt ingelogd. Dan kan je naar toevoegen hier rechtsboven. En als je dat doet, dan kan je kiezen wat je dan precies wil gaan doen. Je wil of een bericht plaatsen, of een activiteit in de agenda zetten. Een prikbordadvertentie of een hulpvraag neerzetten. Of een pagina maken. Nou, en als je zegt, van, ja, ik wil iets organiseren. En dan wil ik eigenlijk een website voor hebben. Dan zeg je van, nou, dan ga ik een pagina maken. En dat stelt dus echt helemaal niks voor. Want het is gewoon een invuloefening. En iedere keer krijg je de vraag. En dan is het, ja, volgende, wat wil je dan doen? Wat wil je doen? En heb je een plaatje? Wat is de paginanaam? En zo gaat dat door. En iedereen kan dit. Als jij op internet kan, dan kan jij dit. En dat is het mooie. Ik ga dat nu niet doen, omdat het eigenlijk zo simpel is. Moet je gewoon zelf even doen. Maar ik laat je wel even een aantal voorbeelden zien. Want die pagina's die staan dus hier in de website. En jij kan er zelf rechtstreeks naar verwijzen. Nou, als ik nou ga kijken. En ik doe even flauw, ik doe even mijn eigen pagina van mijn bedrijf. Want die staat er ook op. En dat duurt even, ja, daar is die. En dan heb ik Beursbox als locatie, Beursbox als onderdeel van ProGain. Nou, daar ga ik even heen. En dan zie je hier gewoon die websites die ik heb aangemaakt. En wat je dus hier eigenlijk ziet aan artikelen, dat zijn de artikelen die ik geplaatst heb op die website. Nou, en zo kan je eigenlijk heel snel kan je reuring geven aan jouw initiatief. Maar je maakt er ook eigenlijk een hele leuke website van. Op het moment dat je een artikeltje plaatst, komt je ook in de dagelijkse nieuwsbrief van Plein Best. Op het moment dat wij hem zien. En we hem interessant genoeg vinden als er gewoon een leuke foto bij zit, zetten we hem ook op de voorpagina. Dat is een handmatig proces. En zo komen er allemaal dingetjes om eigenlijk de initiatieven en activiteiten in Best wat meer promotie te geven. En dit is een hele gratis initiatief. Ook de gemeente werkt er aan mee. Die heeft het financiële gedeelte, voor wat betreft de techniek erachter, hebben ze opgepakt. Dus ja, ik ben er als vrijwilliger actief, als een van de vele vrijwilligers. Maar de gemeente heeft ervoor gezorgd dat die website pleinbest.nl, dat die technisch gezien allemaal netjes betaald wordt, zodat we als vrijwilligersorganisatie daar niet mee zitten. En dat is dan heel netjes. Nou, als we kijken bij de voorpagina, dan zie je daar een aantal leuke foto's met artikeltjes. En het is verstandig om bij een artikel ook een foto te zetten. Hier hebben we er eentje het niet gedaan. En dat is gewoon jammer, dat maakt het een beetje saai. Dus ik stel altijd wel voor van zet er een foto bij en maak het dan gewoon wat zichtbaarder. En een ander initiatief is Natuurtuinen Best. Nou, en dan zie je ook een hele leuke opzet. Een aantal tuineigenaren in de Vleut hebben dat opgezet. En je ziet dan een aantal artikelen. En op die manier kan je eigenlijk ook je initiatief gewoon wat bekendheid geven. En we hebben ook van Natuurtuinen Best maken we video's. Is er ook een videokanaaltje. Dus ja, goed. Allemaal leuke dingen die we dan doen. Maar we gebruiken Plein Best daarvoor puur als onze website. We hebben geen eigen website. Daar hebben we dus Plein Best voor. En ja, dat is eigenlijk wat dat betreft een heel leuk initiatief. Dingen, heb je zelf iets dat je zegt, oh, maar daar wil ik eens over schrijven? Ja, dat kan. Open je account en zet daar gewoon jouw berichten in. Hè? En zoals ik net al zei, het is toevoegen en je kan kiezen wat je wil toevoegen. En heb je een hulpvraag, zou iemand je daarmee kunnen helpen? Of heb je een aanbod, zet hem er ook in. Dus in die zin kan het. Heb je dingetjes die je te koop of te geven hebt, zet ze dan in de prikbord advertentie.
Je activiteiten, nou, zet ze erin en hoop dat mensen dan dat vinden. Op het moment dat je een activiteit neerzet, dan moet je aangeven namens wie je dat doet. Nou, je ziet, ik heb een heleboel initiatieven, maar je kan namens jezelf, je kan namens de vereniging waar je dan in zit, dat kan allemaal. En dan vervolgens, als je dan verder gaat, dan ga je dat bericht of dat agendapunt ga je vullen. En het is altijd alleen maar een invuloefening. Het is hartstikke simpel. Je hoeft niks te programmeren of zo. Het is echt gewoon invullen. En dat is het. Dus wat dat betreft, het is zo makkelijk mogelijk gemaakt om het te gebruiken. Ik kan alleen maar zeggen, gebruik pleinbest.nl, want het is er voor jou als inwoner van Best. Daar laat ik bij. Tot de volgende keer. Houdoe.